Moet je een boekbespreking houden? Dan heb ik een paar tips voor je. Tip 1. Lees het boek helemaal van voor tot achter. Tip 2. Praat niet te snel als je iets vertelt, rustig, zodat iedereen je goed kan verstaan. Tip 3. Oefenen. Houd je boekbespreking voor je ouders, of voor je broertjes of zusjes, voor je huisdieren of voor je knuffels. En dan gaat het helemaal goed.